Heel af en toe valt er in april nog sneeuw. De komende dagen is die kans ook bijzonder groot. Misschien zien we zelfs wel een dun sneeuwlaagje zich vormen. Op de weerkaart kunnen we duidelijk zien wat er zich gaat afspelen de komende dagen. Er ligt een hoge drukgebied op de Atlantische Oceaan. Dat had tot voor kort een uitloper tot over onze omgeving. Maar dat hoge drukgebied dat schuift verder de oceaan op en een lage drukgebied schuift naar Scandinavië. En tussen beide druksystemen in komt een noordelijke stroming te staan, waarmee hele koude lucht vanaf de Poolstreek naar het zuiden komt zakken. En in die koude lucht komen talrijke winterse buien tot ontwikkeling. En, wat ook interessant is, soms clusteren die buien. En zo zien we dinsdagmiddag voor de westkust van Noorwegen een flinke sneeuwbuiencluster liggen. En het lijkt erop dat die in de nacht naar woensdag over het noordoosten van Nederland gaat trekken. Misschien zorgt die er dan uiteindelijk wel voor dat Nederland woensdagochtend op sommige plaatsen wakker wordt met een dun laagje sneeuw. Als we inzoomen om te kijken wat er precies gaat gebeuren, dan zien we dat er deze zondagavond nog een aantal opklaringen zijn. Het hoge drukgebied verplaatst zich en het lage drukgebied neemt het over. In de loop van de nacht volgt er regen en die regen gaat morgen dan over in buien, winterse buien met hagel en natte sneeuw. En ook voor de dinsdag staan er talrijke winterse buien op het programma. En bij dat alles waait er een gure noordwestenwind. Wat dat betreft is het vandaag een stuk rustiger. De wind uit westelijke richting. Temperaturen vanmiddag nog in de dubbele cijfers komen, een graad of 10. En na een veelal bewolkte ochtend zien we vanmiddag op veel plaatsen toch nog wel even de zon doorbreken. Vanavond en vannacht neemt de bewolking verder toe. Uiteindelijk gaat het vannacht ook regenen. Minimumtemperatuur rond een graad of 5. En later draait de wind al naar de noordwesthoek en begint die verder in kracht toe te nemen. Morgen een gure noordwestenwind, bij buien soms behoorlijk vlagerig. Aan zee een windkracht 7, in de avond misschien wel even windkracht 8 in het noordelijk kustgebied. En ondanks dat af en toe de zon doorbreekt, vallen ook diverse buien, winterse buien, met hagel, natte sneeuw en ook een klap onweer is mogelijk. En het wordt maximaal een graad of 6. En dinsdag hetzelfde weer, af en toe zon, maar ook een aantal winterse buien, vaak met sneeuw en hagel. En de temperatuur die dus aan de magere kant is. Fijne dag verder.